Willem Holleider is zeer teleurgesteld over zijn levenslange vonnis. Al zijn argumenten en die van zijn advocaten zijn opzij geveegd door de rechtbank. Wij concluderen daarom dat er een groot gevaar voor herhaling van gewelddadige strafbare feiten van u uitgaat. En vanwege al het voorgaande legt de rechtbank aan u een levenslange gevangenisstraf op. Weer 14 dagen tijd voor het instellen van hoger beroep. Dat leek me niet nodig. De zitting wordt gesloten. Ja. Een gil. Naast mij staat rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Saskia, wie gilde er zo? Dat was de dochter van Thomas van der Bijl, een van de slachtoffers van Willem Holleider. Ja. Ja, ik denk toch een emotionele ontlading van al die jaren onzekerheid. En eindeloos hing dit boven de markt. Nooit iemand veroordeeld voor het opdracht geven tot de moord op haar vader. En nu dus wel. Ja, er waren nog meer emotionele reacties, onder andere van een bekende misdaadverslaggever? Ja. Peter R. de Vries, die stond inderdaad in de wandelgangen naderhand tegen zijn tranen te vechten. Blijdschap en opluchting, zei hij. Hij vertelde dat hij toch degene was die de zussen en die ex-vriendin van Holleider heeft binnengebracht bij justitie. Ja, en hij zegt wat je daarna meemaakte was natuurlijk dat ze werden uitgemaakt voor leugenaar en ze werden beschimpt en bedreigd. En ja, dan moet je maar afwachten hoe de rechtbank daarover oordeelt. Dus hij voelde zich opgelucht, ook voor zichzelf. Ja. Omdat hij zegt van ja, ik ben toch meermalen met de dood bedreigd door Holleider. Dus ja, ook hij kan weer veiliger over straat. Het was een beetje onverwachte uitspraak. Daar moet ook een beetje eerlijk in zijn, want vijf moorddossiers en alles bewezen. Ja. Dat was van vooraf, zelfs jij twijfelde daarover of daar wel genoeg bewijs voor was. Iedereen eigenlijk. Daarom, je zegt een beetje onverwacht. Het was heel erg onverwacht. Ja. Ja, ik denk dat de meeste mensen het idee hadden van nou, als hij al veroordeeld wordt, dan wordt het, dan gebeurt dat voor de moorden op Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Het leek toch alsof daar het bewijs het krachtigst in was. Maar die andere drie hadden we eigenlijk allemaal onze twijfels wel even over als rechtbank en misdaadverslaggevers. Ja. Dus ja, op het moment dat de rechtbank al begon met vertellen dat de moord op Cor van Hout bewezen was, toen had iedereen toch even zoiets van, oh, oké, dat veranderde de zaak. Ja, heel verrassend. Weinig bewijs was daar, in principe direct bewijs was ervoor. Willem Holleider heeft gereageerd middels een briefje. Wat stond erop? Ja, daar stond toch in dat hij van tevoren de rechtbank had gevraagd om zich niet te laten beïnvloeden door alle media-aandacht en dat hele circus eromheen. En ja, hij komt eigenlijk in dat briefje tot de conclusie dat de rechtbank zich daar wel degelijk door heeft laten beïnvloeden. Ja. En ja, hij is teleurgesteld over de uitspraak en hij is het er niet mee eens. Ja. Dus er komt geheid een hoger beroep. En wat hij nog tegen zijn advocaat Sander Jansen zei, wat niet meer op dat briefje staat, is dat hij vindt dat de rechtbank alles verkeerd begrepen heeft. Sander Jansen, zijn advocaat, die is nu ook helemaal los aan het gaan. Is we speak op Twitter. Ja, Sander Jansen die gooit het met name op alle media aandacht. Ja. Ook weer, nou ja, wat de media er nu weer mee gaan doen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een beetje flauw. Kijk, dat er heel veel media-aandacht is voor dit proces, dat lijkt me voor de hand liggend. Holleider is een naam die al jaren circuleert. Iemand op wie justitie eigenlijk ook al jarenlang loert. Die zichzelf niet onbetuigd heeft gelaten in de publiciteit. En ja, nu is er heel veel publiciteit die zich tegen hem keert. Ik kan me voorstellen dat dat niet leuk is om te zien als verdachte zelf, maar ook als advocaten. Ja. Maar je moet ook realistisch zijn. Dit is wat het is. Het is gewoon nieuws. Ja, Sander Jansen en Robert Malevic zijn zijn mede-advocaten. Die hebben toch knap werk geleverd, hebben wij hier ook al aan dit bureau gezegd. En eigenlijk al heel snel zei meneer Wieland, de oudste rechter, de voorzitter, eigenlijk veegde hij het eigenlijk vrij snel allemaal van tafel in het in zijn uitspraak. Ja, en dat is ook de grootste frustratie van Jansen en Malevic. Die zeggen van ja, de rechtbank heeft alles op één hoop gegooid. Mm-hmm. En dingen aan elkaar geknoopt. En eigenlijk zijn ze niet inhoudelijk ingegaan op wat wij allemaal naar voren hebben gebracht. Ja. Nou, één dingetje wat ze bijvoorbeeld noemden als voorbeeld van hoe vreemd dit oordeel is. Is dat zij zeggen van in de zaak van de moord op Enstra heeft de rechtbank in Amsterdam, ook rechtbank Amsterdam, niet bewezen geacht dat bepaalde mannen die daarvan verdacht werden dat ook daadwerkelijk hadden gedaan. Dat hele moordcommando's vrijgesproken. Ja, dat loopt nog wel in hoger beroep. Maar goed, de rechtbank Amsterdam heeft daarover geoordeeld. Deze rechtbank in de zaak Holleider neemt gewoon voor waar aan dat die mannen wel degelijk betrokken zijn geweest bij het doodschieten van Enstra.
En ook van John Mierenmets. Ja. En dat Holleder in contact stond met deze mannen. Nou, Jansen signaleert dat daar toch wel een merkwaardige discrepantie in zit. En ja, dat is ook inderdaad wat merkwaardig. Ja, want dat zijn behoorlijk prangende zaken voor het hoger beroep. Ja, daar zullen ze geheid op ingaan. En dat hoger beroep, dat gaat over nog veel meer punten natuurlijk. Want ja, Jansen en Malevic hebben een oneindige hoop verweren ingevoerd. En heel veel zaken aangevoerd waarvan zij zeggen, ja, daar stapt de rechtbank gewoon te makkelijk overheen. Dus dat hoger beroep is onvermijdelijk, dat komt er gewoon. Er is nog wel één dingetje dat nog niet helemaal duidelijk is. En dat is of het Hof Amsterdam dat hoger beroep gaat behandelen. Okay. Omdat het Hof Amsterdam in dat grote liquidatiepassageproces heeft geoordeeld dat Holleder schuldig is aan de moord in ieder geval op Houtman. En dan moeten collega's straks gaan oordelen over... Exact, terwijl eigenlijk het Hof hem al veroordeeld heeft. Dus je kunt je afvragen of dat niet een issue gaat worden en of het misschien niet beter is als het Hof Amsterdam zich verschoont en dat overlaat aan een ander gerechtshof. Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar heeft de rechtbank... We hebben het hier laten staan over levenslange delicten. Ja. Het lijkt ook wel of de rechtbank ook wel genoeg hebben van de georganiseerde misdaad in Nederland. Er worden heel veel zware straffen opgelegd. Ja. Zou je deze in datzelfde rijtje moeten plaatsen van een boodschap naar buiten van jongens, dit is de enige manier waarop we mensen kunnen veroordelen? Ja, misschien wel. Wieland heeft het er nog even over gehad, hoor, over die golf van liquidaties destijds. Maar die eigenlijk niet tot een halt zijn gekomen. Die gaan nog steeds door. Ja. Weliswaar niet van die oude penose, maar nu van de nieuwe misdaadgroep. Ja, misschien is levenslang wel het enige wat daar een oplossing voor kan zijn. Maar je merkt inderdaad dat er vaker levenslang wordt opgelegd. Nou moet ik daar ook van zeggen dat het gaat ook in alle gevallen om zaken waarin meerdere liquidaties zijn gepleegd. En ook vroeger was het al zo, als er meerdere moorden werden gepleegd, dan was levenslang eigenlijk de enige straf die kon worden opgelegd. Dit is voor jou ook een beetje een einde aan een soort van marathon. Marathon, die komt daarna hoger beroep. Beschouwend, is dit een uniek stukje misdaadgeschiedenis geweest, ook gezien de ongelofelijke publiciteit in Nederland. Iedereen kent de man, 17 miljoen Nederlanders. Ik weet niet hoeveel met 17 miljoen zijn, maar kennen allemaal Willem Holleder. Ja, ik denk dat je niemand hoeft te vragen op straat wie Willem Holleder is, die vervolgens het antwoord op de vraag schuldig blijft. Nee, iedereen kent hem. Hij is echt een beetje de exponent van die oude penose. En je zou bijna kunnen zeggen dat die misschien nu wel is uitgespeeld. We hebben ook weer een nieuwe penose. Dus voorlopig komt er nog geen einde aan allerlei liquidatiezaken en onderzoeken. En in hoeverre Holleder nog invloed heeft en hoever zijn invloed rijkt, dat weten we niet. Nee. Zus Astrid heeft wel eens gezegd, die klap in het donker die komt. Daar ben ik van overtuigd. Nou, die kans is misschien iets minder groot nu hij levenslang zit. Je weet niet of hij nog mensen buiten heeft rondlopen die hij misschien ergens voor kan inschakelen. Verwacht je het hoger beroep al snel? Nou, of het snel zal worden, weet ik niet. Het zal misschien toch wel een jaar op zich laten wachten. Er zal misschien nog wat aanvullend onderzoek moeten worden gedaan. In ieder geval zal de verdediging daarom vragen. Die vinden namelijk dat deze rechtbank te veel onderzoekswensen terzijde heeft geschoven. Bijvoorbeeld naar de vraag hoe zit het met het financiële belang van die zussen? Ja. Daar is de rechtbank wel een beetje op ingegaan. Die hebben gezegd van nou, dat belang was eerder om juist niet naar justitie te stappen. Want dan zouden ze misschien ook weer ongemakkelijke vragen krijgen over de afwikkeling van die criminele erfenis van Cor van Hout. Het was meer in hun belang geweest om gewoon hun mond te houden. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. Dus de rechtbank ziet dat belang niet, maar de verdediging van Holleder ziet dat heel anders. Die zegt toch van zij hadden een financieel belang, ze hebben een financieel belang om hun broer achter de tralies te krijgen. En dat moet gewoon onderzocht worden. Saskia Belleman, dankjewel. Graag gedaan.